El Andoui. Emanuelsson. Goed direct gespeeld. Suarez. Met een merkwaardige curve die boven Michailov op de lat komt. En vervolgens wordt de kans verprutst door El Hamdoui. Bijna heeft Suarez zijn goal te pakken. Theo Jansen, daar ligt ruimte bij Rosales. De backs die van Preudom mee naar voren mogen als ze dat goed uitkomt. De goal voor FC Twente is van Theo Jansen. Die ontsnapt aan de Ajax buitenspelval. En de eerste, de beste, dikke kans voor FC Twente zit in. Het overzicht bij de man die de pas geeft. En weliswaar loopt er een andere Twente-speler terug uit buitenspelpositie. Maar die neemt helemaal geen deel. En zo profiteert Theo Jansen optimaal. Is Stekelenburg geklopt. En staat Ajax in Enschede op een nederlaagstand. Suarez naar de eerste paal. De Jong naar de tweede. Komt de bal er ook? Dat is de vraag. Emanuelsson. De Jong. Niet hard genoeg. En de intikker van El Andoui. En het staat gelijk. En zo heeft Ajax binnen no time de achterstand weggepoetst in Enschede. Komt de goalopnaam van El Andoui. En profiteert die van een slippertje bij Michailov. Want de kopbal van de Jong is wel geplaatst. Maar ook weer niet zo hard. Dat je als doelman denk ik toch de keuze hebt om te proberen die bal naar de zijkant weg te krijgen. De Jong. Suarez ontsnapt aan Douglas. En Emanuelsson en de paal voorkomt dat Ajax binnen de kortste keren van een edel achterstand een 2-1 voorsprong maakt. En zo solide als de defensie van Twente dit seizoen tot aan vandaag oogt, zo moeilijk hebben de Tukkers het nu tegen de aanval van Ajax. Suarez krijgt hem nu wel mee. Gaat over de knie bij Douglas. Hij gaat hem nemen. Dat staat vast. Luis Suarez. En alweer dezelfde paal. Die eerder ook al voorkwam dat Emanuelsson scoort. Staat nu een treffer van Luis Suarez in de weg. Emanuelsson. Goed gespeeld. De Jong. Geen controle. Alsnog. Buitenspel Suarez. Of nee, blijkbaar niet. De Jong. Het is overigens El Andoui die die bal krijgt. Die twee, hij en Suarez, lopen regelmatig in elkaars positie. Die mogen eigenlijk doen en laten wat ze willen. 5 keer won Ajax dit seizoen. Alleen aan het begin speelde het gelijk met 2-2. Dat was in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Shatley. Shatley. Goed schot. Suarez. El Andoui. Met Wisschrof, El Andoui, wat een rare trap uit die hoek. De lange bal, ja, daar komt hij. Slecht geplaatst. Het beoogde doel, Emanuelsson, staat 20 meter verderop. Ruiz ontsnapt ondanks de aanwezigheid van 3 Ajaxiden. En veel ruimte opeens voor Rosales. Achterin Shatley, daar gaat de bal naartoe, die heeft een overkans. En een briljante redding van Stekelenburg. En het vervolg van Ruiz levert ook geen treffer op. En het moet gezegd, zolang spelers veel van elkaar accepteren, en dat doen ze op deze avond, sluit de stijl van fluiten van Vink daar naadloos op aan. De Jong. De Jong, te hard. Nee, niet te hard. Hij zit erin. Het is 2-1 voor FC Twente. Theo Jansen, zijn tweede op deze avond. De kopbal van Shatley zou al een waarschuwing moeten zijn naar rust voor Ajax. Maar het gaat mis bij deze Twente-aanval voor de Amsterdammers. De Jong die hem zo hard speelt dat er voor een doelman geen tussenkomen meer aan is. Je moet dan alleen wel de zekerheid hebben. En die heeft Jansen dat je ook nog met de voet tegen de bal kunt aankomen. Zijn tweede. De Jong.
Suárez. Een rode muur daar. Suárez. Suárez. Oh, de korte hoek. Suárez. 1-0. En het is gelijk. Een zondagschot van Ion 1-0. Bezorgt Ajax in de 68e minuut de 2-2. En ook deze voorsprong van Twente heeft dus niet al te lang op het scorebord gestaan. De afstand, ik denk zo'n, wat zal het zijn, 25 meter. Ver buiten bereik van Michailov. Die bal denk ik nu pas ziet. Kuiper. Zegt de grensrechter, wat een curieus moment waarbij een bal vanaf de zijlijn, ik denk van Kuiper, via de binnenkant van de paal weer terug het veld in komt. En de herkansing uiteindelijk een prooi wordt voor Stekelenburg. En die bal heeft niet gezeten. Brama, Ruiz, Lindgren, Soleimani. Is een lastige bal. Soleimani overigens afgelopen woensdag tegen MVV. De minste Ajaxie. Maar hij krijgt toch weer speeltijd van Jol. Geweldige actie overigens van Suárez. Soleimani. Twee vuisten van Michailov. En zo is hij toch nog uit het niets gevaarlijk. Miralem Soleimani. Suárez. De Jong. De extra speeltijd bedraagt minimaal 2 minuten. De Zeeuw. Suárez, De Jong krijgt een overkans. De Jong kan hem maken. De Jong mist. Mocht het gelijk eindigen. Blijft er bovenin. Een status quo. Ruiz probeert zich er doorheen te rommelen. En Twente haalt er nog een hoekschop uit. Via Chatli. Iedereen van Twente mee naar voren. Wisgrof probeert tegen Stekelenburg te gaan aanstaan. Al de wereld houdt hem daar vandaan. Daar is de koppel van Doekles. En Stekelenburg met de laatste moeilijke actie. Want deze bal wordt van richting veranderd. Door de schouders van Lindgren. En belandt daardoor in de handen van Maarten Stekelenburg. Was het een eerste klas spektakelstuk. Met een prima leiding van Fink die dit duel zonder kaarten is doorgekomen. Met dank ook aan de 22 die veel van Aktar uiteindelijk wilden accepteren.